Parents don't really think of this, but during childhood, you may buy a lot of rides for your kids. All these rides will cost you a ton of money. And when your kids grow older, they end up broken or unused on a big pile somewhere. The revolutionary idea behind Infento promises to change all of this. With just one kit of Infento, your children will have their whole childhood fun in building and riding super cool rides. Kijk, het gaat natuurlijk om meneer Letemeijer, dat we zo meteen verder gaan praten over hoe is dat gegaan met de banken. Maar ik wil even, hij staat niet voor niks in de studio. Ja. Ik heb er geen zin in, maar ik moet. Anders word ik helemaal belachelijk gemaakt met aandacht door de redactie. Dus ik loop er even naartoe, want het is ook voor volwassenen wel aardig. Je hebt er geen zin in? Nou ja, lekker op die stoel. Maar goed, ik ga er even op zitten. Even voor Joke, maakt niet uit. Want dan zien we meteen hoe die is. Kijk, dit is voor kinderen, die kan niet. Leuk, hè? Iedereen die hier binnenkwam, alle gasten dachten vandaag ook. Ik wil gewoon, je wil erop blijven zitten, je wil een ritje maken. Dus ja. Jullie gaan waarschijnlijk ook eens doen met volwassenen? Of is dat echt nog geen plan? Nou, nee. Laten we ons eerst richten op kinderen. Daar hebben we nog genoeg voor te doen. Jullie gingen naar de bank. Laten we dat verhaal gaan vertellen. Hoe ging dat precies? Want jullie hadden geld nodig en jullie gingen dus niet naar andere partijen, maar naar de bank. Ja, we zijn zo'n 6 jaar geleden naar de bank gestapt met een businessplan. Ja. We hebben het naar meerdere banken toegestuurd. Ja. Eigenlijk afgegeven, moet ik zeggen. Ja. En er zijn een aantal reacties van gekomen, uitnodigingen van een bank. Daar zijn we langs geweest. En onder andere één bank, die kwam met een heel erg leuk idee. Agentschap NL. Om ons daarbij te helpen. Dat zouden zij dan helemaal gaan regelen. Dan konden we de financiering 100% van de bank krijgen. En dan stond Agentschap NL garant voor een groot deel. En Agentschap NL is nu de Rijksdienst voor ondernemen. Ja, kijk eens even. Hij denkt dat het steeds een beter verhaal voor mij. Maar, stel nu hè, dat je opnieuw moet beginnen. Of dat je een volgende bak geld nodig hebt. Wat dan? Zou u dan weer naar de bank toe gaan? Nou, crowdfunding is wel heel erg aantrekkelijk. Het is veel minder risicovol. Vooral in de vorm van Kickstarter, wat wij nu aan het doen zijn. Je krijgt zeg maar eerst het geld en daarna kan je het gaan laten produceren. En lever je eigenlijk je product aan je nieuwe klant. Daarnaast komt natuurlijk de media erbij spelen. Dat je heel veel aandacht krijgt. Ja. Het is eigenlijk een win-win situatie. Daarom hè, mogen we toch concluderen. Laat u niet afschrikken door de heer Buijink, die natuurlijk met volle autoriteit die naast u zit. Ik kan me eens bij voorstellen. maar dat u zegt, ik zou als ik opnieuw moet beginnen, gewoon zonder de bank dus. Voor de financiering zeker. Natuurlijk. Ja.